De American Development Foundation, PADF, heeft vandaag een tweedaagse regionale misdaadpreventieconferentie geopend. Ze heeft dat gedaan in het kader van de misdaadpreventie van de Resistance and Prevention Program, RAP. Dit programma is voorstander van een samenwerking tussen justitiële autoriteiten en onder meer de jongeren. Deze conferentie is volgens de organisatoren een unieke gelegenheid om met deelnemers uit de regio te praten over wat werkt en wat verbeterd kan worden op het gebied van misdaadpreventie. De conferentie is officieel geopend door DNA-voorzitter Jenny Simons. Volgens Lillian Wiebers, de country coördinator van RAP in Suriname, is een soortgelijke conferentie eerder gehouden op de Bahama's en op Trinidad. Ik ben ontzettend blij met dit evenement. Waarom? Omdat we dus daardoor als Surinamers de mogelijkheid hebben om met die andere landen te praten over de verschillende praktijken die zij dus hebben uitgevoerd ten aanzien van misdaadpreventie in hun landen. Weet je, dat je van elkaar leert. Maar dat is heel belangrijk, want trouwens, u weet het, er is geen discussie daarover. Als het gaat om misdaad, dan moeten we echt met z'n allen proberen om eraan te werken dat we als land niet bedolven worden, ook al hebben we een economische crisis. Come on. En u hebt het over verschillende landen. Over welke landen praten we dan? We praten hier over Bahama's, we praten over Trinidad. Dat zijn dus momenteel de landen waar het programma groots is uitgevoerd. Ik praat hier over het REP-programma, hè? Resistant and Prevention Program, welke door Pan American Development Foundation wordt uitgevoerd. En het is gefinancierd door INL, dus Amerika. Er zijn een aantal componenten van het REP-programma. En een van de componenten die voor Suriname sowieso al werkt, is MOCCORD. Dat zijn gesimuleerde rechtszittingen, waarbij jongeren zelf training krijgen hoe ze bepaalde rollen kunnen vervullen. De rol van advocaat, de rol van aanklager, de rol van de rechter, etc. Weet u dat? Waardoor ze dan een simuleerde rechtszitting kunnen opzetten. Maar bovenal waar het dus om gaat, is dat die cases die behandeld worden in deze gesimuleerde rechtszittingen, dat het gaat om cases, dus strafbare feiten, die voornamelijk door jongeren worden gepleegd. Waardoor de andere jongeren die naar zo'n toneelstuk kijken, die komen tot bewustwording. En ik moet u zeggen dat daar heel veel testimonies van zijn, dus getuigenissen van jongeren die zoiets hadden van, ik heb nu een ander denken erover. Dat heeft tenminste, dat heeft in Suriname al bewustwording op gang gebracht. Zeker op de scholen waar we het hebben uitgevoerd. Maar ten aanzien van de andere landen ben ik heel benieuwd in deze conferentie om te weten welke componenten heeft voor hun gewerkt. Lillian Wiebers, country coördinator van RAP in Suriname. Een van de aanwezigen bij de opening van de conferentie was First Lady Ingrid Boutersen. Ze juicht dit initiatief heel erg toe. Over de criminaliteit die verruwd is overal ter wereld, laten we eerlijk zijn, niet alleen in Suriname. Dus maar in bepaalde plekken hebben ze ook gezien dat het verbeterd is en dat hebben we nodig in Suriname. We zien dat het vooral onder onze jongeren de criminaliteit toeneemt en wij willen natuurlijk ook zien dat het teruggaat. Dat is de bedoeling. En dat, we moeten het ondersteunen. Ja. En wij hoeven het niet alleen te doen? Nee, absoluut niet. We hoeven het wiel niet uit te vinden. Toch? We hebben voorbeelden. Alle verschillende landen zijn hier en zij gaan ons ook een beetje leren hoe het anders kan. En ik denk dat als het goede resultaten heeft geleverd, we het gewoon moeten doen. Ja. Wat doet u zelf vanuit uw kabinet? Nou, een heleboel. Jullie hebben gezien, ik ondersteun een heleboel sociale projecten. Zeker als het gaat om onze kinderen die het heel moeilijk hebben sociaal. Want daar begint eigenlijk de criminaliteit het meest. En wat ik kan doen, ik geef alle ondersteuning. First Lady Ingrid Boutersen, die aanwezig was bij de opening van de regionale misdaadpreventieconferentie, georganiseerd door de PADF. De tweedaagse conferentie wordt gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel en wordt morgenmiddag afgesloten.